because you go to the toilet, this is my right. We have a toilet there. Inside the station. Lopend over het stationsgebied zijn ze getuige van een nogal onsmakelijke overtreding. Terwijl de wc dicht is, zet iemand erin? Ja, dan gaan we even zo kijken. Maar dat moet je straks een hand geven. Ja, het toilet is al een paar weken buiten gebruik. Het is met de afvoer en alles. Ik zie daar iemand een behoefte doen. Maar dit is eigenlijk een urinoir. Je kan er niet erin. Poep of zo. Papier erbij. Gewoon met die zitten schuiten daar ook. Marcelke spreekt hij geen Nederlands hoor. Geen toegang. Nou, daar komt hij hoor. Hallo. Hij is een LVB'er. Ik zeg dat die man, de manier zoals hij gekleed was en liep en zo, dat hij misschien hulpbehoevend was. Dus ik heb uiteindelijk toch staande gehouden, gegevens geverifieerd. I'm talking to you. You have to wait here. What? You have to wait here. What? Yes, because that is not allowed. To go to the toilet there, because it's closed. You see it's closed. Why do you do that? Where you come from? Because you go to the toilet, this is my right. We have a toilet there, inside the station, just 50 meters. You don't have money. But that one is closed. Okay, I know. But that is closed. You are homeless. Okay, you live in Holland? This is moved. You're homeless? Yes. You lived in Holland? Yes. What nationality do you have? Where you come from? Bulgaria. Okay, do you have ID with you? No. Okay. Then we have a problem. You live in Holland? Yes, I live here on the street. You want to clean your... because I need your ID. Can you clean your hand first? You want this? Ja, nee, een beetje veiligheid, hygiëne boven alles. Hij kwam daar van de urinoir. Is eigenlijk om te urineren, maar hij ging daar gewoon poepen. En ik zag hem door die hele afzetting heen, wat hij allemaal aan het doen was. En ik weet dat er daar geen wastafel is. Dus gelukkig hebben wij een mooi desinfecterend middel. Dus we hebben eerst handen laten desinfecteren voor hij wat kon opschrijven. Frans en Aniel besluiten de man te fouilleren om te controleren of hij echt geen ID-bewijs bij zich heeft. Frans, kijk, die man die heeft wel een mooie telefoon, zag ik. En we hadden het vermoeden dat hij misschien een identiteitsbewijs bij hem had. Dus Frans ging een identiteitsfouillering doen. Okay. I go toilet. Nee. I don't go kill someone. The toilet is closed. How is closed? The toilet you see is the... open. It's not open, it's closed. Everything is removed, mister. I go inside. Yes. How is closed after I go inside? Because they can clean it. How long you stay in Holland? 5 years. Okay, you have a BSN number? No, I don't have BSN. You live 5 years and don't have BSN number? Yeah. Okay, what is your family name, sir? Nee, deze man die loopt, die zegt dat hij 5 jaar in Nederland is, maar ik zie hem echt voor het eerst op het Centraal Station. Your family name, your first name and your birthday? 6. Oké, okay, what is your address in Holland? I don't have address. You don't have address? I'm homeless, I see. 00 voor de 9672. Het zou gaan om een Bulgaar. Hij heeft wel eens een foto in het systeem. En omdat het een Bulgaar was, hebben we een stichting AMOK. Die dan zorgt als ze terug willen naar hun land, weet je, als ze hier dan geen vooruitzichten meer hebben. Maar ik heb hem een kaartje laten zien en hij was meteen bekend. Hij zegt, ik ben geweest, ze kunnen niks voor me doen. Dan hebben we nog een stichting Veldwerk. Daar doen we ook zaken, onze ketenpartners. En nou heb ik hem daar naartoe verwezen. Ik hoop dat hij belt. Misschien kan ze stichting Veldwerk iets meer voor hem betekenen dan AMOK. This lady will help you. Yes, you call them. It's the same like AMOK, but they have more, how you call it? They can do more for you. Nou, als je haar belt, dan weet ik zeker dat er hulp komt. Want zij is echt begaan met het lot van al die hulpeloze, dakloze mensen hier. Bye, and don't do it next time, yes? Ja, deze jongen, dit manier van praten en zo. In ons vakjargon heet het een LVB, een lichtverstandelijke beperking. Ze gaan de manier van doen en laten. Dus ik hoop dat hij gauw hulp krijgt. Dus daarom heb ik ook geen boete gegeven. Eerste keer voor mij, gewoon een waarschuwing. En hopen dat hij belt en dat hij hulp krijgt. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.